Biotown. Dames en heren, het is tijd voor een Biotown Mario Kart toernooi. In de rechterhoek is Jordi. En in de rechterhoek is Ricky motherfucking Bruce. Hey. Mensen. Van welkom bij een Mario Kart avontuur. Rick mensen, versus Jordi. Jordi. Hallo. Ik ben Rick. Ik ben Jordi. Vandaag spelen we Mario Kart. Ik ben Rick. Was een mooie intro. Zeker een mooie intro. Vandaag ga ik demonstreren hoe Jordi ingemaakt zal worden in het Mario Karten. Ja, vandaag ga ik demonstreren hoe ik ingemaakt ga worden door meneer Rick. Deze baas. Ja. Ik ben zelf helemaal geen Mario Kart speler. Gewoon even ter duidelijkheid. Ik hou er ook echt totaal niet van. Ik vind het leuk om te spelen. Hou er wel van. Ik hou van Mario. Ik hou van karten, ja, maar ik hou niet van Mario Kart. Ik moet wel zeggen, weet je, autorijden zoals in Mario Kart met voorwerpen naar elkaar gooien, dat gaat een keer mis. Dat ja, uiteindelijk is er eens een keertje iemand die zegt, ja, dat is racisme. En dan ja, weet je, dan ben je kamervragen, Rick. Kamervragen. Ja, dan gaat uiteindelijk iemand gewond raken, ja. En het is Jordi. Dus. Ja. Oké, je weet hoe het werkt? Nee, ik ook natuurlijk niet. Wel. Nee. Oh, echt? Ja, ik heb het spel gewoon thuis, joh. Ik ook. Ik hou er niet van. Nou, ik hou er zo van. Zoveel. Kan die aan? Het een beetje zachtjes. Oh nee, het begint. 3, 2, 1. Ik ben rechts, Rick. Ik ben links. Voor de kijkers, ik ben rechtshandig. Links zit niet. Pak je ook met rechts? Ja, zeker. Zeer zeker. Ik heb het dus een keer met links geprobeerd, maar dat is wel... Dat is nou niet echt de shit die je verwacht, hoor. Nu we toch in de hoek too much information zitten. Ik heb echt een tijdje dat ik gerouleerd heb links en rechts. Ja, dat die op zou vallen, zeg maar, ja. Dat het niet op zijn ik denk daarbij dat soort dingen. Als je heel veel valt, moet het natuurlijk niet opvallen dat je rechts heel gespierd bent. Ik ben helemaal niet gespierd aan beide kanten. Nee, ik heb echt spiermassa gekweekt toen ik 14 werd, hoor. Ja, echt? Ja. Laat zien dan. Hier heb ik hard voor gevallen. Ja. Ja. Oké, okay, oh. Iets zegt piep, piep, piep. Iets zei piep, piep, piep. Ja, dat is niet erg. Ik weet ook niet wat het allemaal was, maar dus ja, vroeger, in de goede oude tijd, een echt leuk verhaal. Ja, nou gaan we. Toen was internetporno niet zo'n ding, tenminste wist ik wel dat het bestond. Ja, tuurlijk is het wel een ding geweest. Toen ik 14 was, was ik niet zo op de hoogte van de hype van internetporno. Ja, ja, ja. En toen had ik een app gedownload. Ja. En dan moest je... Een app toen al? Een app uit de App Store. Dat was dan zoek de verschillen bij bikini chicks, met hele dikke meloenen. Ja. Yeah. Dat was dan een zoek de verschillen spel, dan ging ik gewoon grappen. Dus dat. ik weet. Het is inderdaad echt triest. Ik ga maar even mijn verhaal vertellen. Dus niks met Mario Kart te maken ook. Nee, maar ik was dus. Het was groep 8. Ik was er al vroeg bij. Ik was er vroeg bij, zeker. Okay, okay. En het stelde zo voor mij dat een jongetje die wist er al heel veel vanaf. Dus ik ging dan, en het is echt fucking homo, maar ik ging dus... Met hem aftrekken? Nee, niet met hem aftrekken. Nee, zeker niet. Zeker dat niet. Zou een beetje homo. Dat zou echt heel erg homo geweest zijn. Maar wat ik dus deed, was gewoon eigenlijk heel simpel. Ik ging naar zijn huis en hij ging naar porno downloaden. En dan gingen we het samen kijken. Ja, want ik wist er helemaal niet vanaf. Ik vond het allemaal mooi. Ik denk, wat is dat dan allemaal, joh? Dat was allemaal nieuw voor me, weet je? Allemaal nieuw voor me. Dus maak het niet uit met wie je doet. Ik had wel ooit... Ik ontwikkelde er geen gevoel bij. In groep 7 of zo, was een jongetje, klasgenootje. Ja. Ja, die liep met een filmpje zien van een meisje die een augurk in de kut stopte. Nou, dat is altijd leuk. Dat deed ik weinig met me toen ik in groep 7 zat. Ja, ik dacht wel, hè? Waarom doe je dat? Waarom zou je een augurk in? Ja, weet je, kan hem ook gewoon in je mond stoppen. Ja, ik ben wel fan van augurken. Ik ook wel. Niet van tomaat. Ze zijn wel een beetje zuur, vooral als je ze in je kut stopt. Ja, maar je vagina is over het algemeen, voor de mensen thuis, zeg maar, volgens mij vagina bestaat ook uit zuren, toch? Alleen maar gemaakt uit zuren. Ja, en de vagina is van nature zuur. Dus dat, zeg maar, bacteriën komen dan niet via de vagina in je lichaam in. Zeg maar, het is eigenlijk gewoon een holte die... Oh god! Ja! Ja! Nee. Ja! Nee! Oh fuck! Nee, ik heb een finish, fucking hell, echt. In ieder geval, het is verhaal. Pagina's. Echt lullig dit. Echt lullig. Ik had 3 fucking red shells. Ik had ze gegooid en daarna werd ik ook geraakt door die bliksem. Maar wij mensen hebben onze huid en die scheidt de buitenkant van onze binnenkant. Maar je vagina is gewoon opeens een gat waar direct bij de binnenkant zit. Dus daarom is het heel zuur. Ja. Zodat mijn piemel helemaal bruin wordt na een tijdje. Dat klopt. De mensen die meer seks hebben, die piemels zijn bruiner dan mensen die weinig seks hebben. Als je heel veel seks hebt, of vat dan met je piemel bruin. Zeg maar, mijn piemel is 2 tinten bruiner dan de rest van mijn lichaam. Ja, nee, dat is. Het is echt een goede. Ik had het serieus moeten weten om het 12 uur. Dan had ik serieus een foto kunnen maken en dan kunnen vergelijken na een paar jaar. En dan hele berekeningen erop loslaten. Hoeveel heb ik eigenlijk gevapt? Ja, dat is trouwens, dat zou wel leuk zijn, zeg maar. Of als daar een berekening. Net wat je leuk vindt, ik vind het er nu echt de leukste Mario Kart video. Ja, ook omdat ik gewoon echt helemaal geen neuk weet van Mario Kart. Dat ik gewoon maar wel heel veel van grappen. Oh, kut, ik heb mezelf geraakt. Dat is altijd zo kut. Oh, ik sta direct 5. Man. En terecht. Hi, Backman. Ik vraag me altijd wel graag af hoe koning Willem-Alexander fapt.
Doet hij dat ook? Nee. Is dat een ding? Vast wel. Is dat ja, nice? Ik weet niet, man. Ik weet niet. Volgens mij heeft hij daar... Hij heeft ook seks gehad, hoor. Met onze enige echte prinses. Nee, joh. Die koning van ons heeft geen seks gehad. Hij heeft alleen maar reageerbuisbaby's. Kan, weet je. Ja, het zou in principe kunnen. Ik denk wel dat mensen... ik denk dat die mensen trouwens wel gewoon echt minder seks hebben, ja. Ik denk wel dat ze echt minder seks hebben. Dat denk ik wel. Minder zeker. Seks hebben dan wie? Gewoon dan gemiddeld? Dan mij, dat sowieso. Dan mij. Oh, kunnen ze I fix more pussy than the king. Willem-Alexander is misschien de pussy king, maar... Ja, maar niet echt veel pussy voor die meneer. Dat zou ik mezelf sowieso noemen als ik koning was, pussy de king. Pussy king. Oh, ja. God, wat kutplan! Serieus! Echt hoor. Oh, je moet toch allemaal altijd zo doen of zo? Of is het wat die nieuwe Mario Kart? Wie? Je snapt het. Nee, maar toch als je met die nieuwe Mario Kart moet je toch zo doen als je springt? Nee. Jawel, als je... Nee, met Mario Kart Wii. Nee, dat is met de Wii U. Nee, met deze moet je gewoon... Dit is niet de Wii U versie. Nee, dit is de Wii U versie. Nee, de Wii U versie is toch 9? Nee! Mario Kart 8 is voor de Wii U, dit is de Wii U game. Deze heb ik dan ook thuis liggen toevallig. Deze heb ik ook thuis liggen. Ik sta eigenlijk al sinds het begin af aan. Je wordt nu geraakt door een blue shell. Nee, leugens! Nee, maar. Ik sta eigenlijk sinds het begin al kut. En ik sta nu nog steeds kut. Ik had zojuist een ster. Ik ben er niet beter op geworden. Wat een beetje jammer. Dus ik stuur nu een blooper op je af. Nou, dat vind ik niet. Nee, echt niet. Ja, ik zie niks. Ik vind die blooper ook echt zo... What the fuck? Ik vind die blooper ook echt zo'n waardeloze power, zeg maar. Iedereen ziet het gewoon nog. Ja, misschien een keer dat je op een banaantje gaat. Met ja, oké, okay, dat is een beetje. Maar ja, bij mij gaat het gewoon kut. Dat hadden we sowieso ook... God, ik ben ook Ik sta wel twee dit. Weet je, ik maak je overal in, behalve met Mario Kart. Dat is echt zo. Waar maak je me wel in, man? Oh, bijvoorbeeld in Minecraft met onze Race to the End. Of is dat nu een spoiler? Nee, is die online? Okay, nee, niet helemaal. Oh, oké. Okay. Nou ja, daarom maak je in met Minecraft, ik maak je in met andere games. Dude, echt serieus. Pak hem alsjeblieft. Dude, serieus, maar ik maak jou wel gewoon over het algemeen niet met andere games. Maar dit is wel gewoon echt jouw game. Deze video, wij menen hem ook gewoon naar Haribo. Nou, Kids and grown-ups love it so. Yes, wij zijn kids en grown-ups, dus wij erbij. Wat ga je reviewen? Ik ga het kerstje reviewen. Dit is het kerstje van de Haribo. We gaan eventjes lekker proeven. Heb je een dropsleuteltje? Ja, en Wat wij niet doen, doet Barbo het. Nou, als waar. Next race. Het is beleefd te praten met je mond vol. Dus wat ik zo fijn vind aan dit soort dingen, zeg maar, dat is gewoon, hè. Als je klaar bent, kan je ook gewoon een dekseltje erop doen. Ja. Dat is gewoon magisch. Hoe verzinnen ze dat? Moeilijk lappetje deze. Maar, ik heb er niet veel moeite mee. Wel. Ik eindig toch wel achter. Oh, wat goed. Dank je. Dus, over grappen gesproken. Ja. Ben ik wel benieuwd. Dit wordt wel heel persoonlijk. Ik weet niet of je dit aankan. Ja, nee. Ik ben meestal erg open. Ben jij zo iemand die dan zeg maar een wc-rol naast het bed heeft liggen? Nee, man. Of ben je zo iemand die gewoon in zijn onderbroek dumpt en dan denkt, oh, op je buik. Gewoon, oh, het ligt allemaal op mijn buik. Oké. Dit is wel echt een van de dingen die ik... Dus jij weet hier niet vanaf, oké. Okay. Er is een tactiek. Ja. En hoe je kan klaarkomen zonder zaadlozing. Oké, en hoe werkt dat dan? Oké. Ik weet niet of dit mensen wel echt leuk is om op dit internet te gooien. Als jullie het interesseert, maar ik bijvoorbeeld. Dat is een Thaise techniek. En die wordt Thaise. Ja. Zet je ballen eraf halen. Nou, het heeft er ongeveer mee te maken. Maar wat je doet, is je hebt zeg maar het gebied tussen je anus en je balzak. Ja, je gooch. Ja, ik weet niet hoe die heet. Je gooch. Als je daar hard drukt. Als je daar met je twee vingers, als je daar gewoon drukt op dat punt, dat is een drukpunt in je lichaam, ja. Terwijl je klaarkomt, krijg je geen zaadlozing. What? En dan plas je het later gewoon uit. What? Serieus, probeer het uit. Probeer het uit. En ik spreek je volgende video, want echt, het werkt, zeg maar. Dus magisch. Dat is zeg maar de manier hoe je kan fappen zonder problemen. Dus ik snap ook niet waarom meerdere mensen dit niet weten. Dit moet je leren op de middelbare school. Nee, dit is trouwens wel echt iets wat je moet leren, ja. Dit is echt, maar het is niet ongezond of zo. Nee. Het is gewoon zo, je zit daar gewoon die begeleiding zeg maar naar het gat zeg maar, naar het plasgaatje. En als je daar gewoon je vingers op drukt, dan hou je dus zeg maar, het zaad hou je gewoon tegen.
Ja. En dan gebeurt er gewoon helemaal niks. En dan volgende keer als je plast, kom dat er gewoon rustig uitzetten. Ik vind het prachtig. Dit, is, ja. Dit raakt me op hoog niveau. Dit ga ik delen met mijn kinderen ooit vandaag. Dit moet je serieus uittesten, Nick. Ja. En jullie ook. Laat in de comments, laat in de comments achter of het werkt, weet je. Ja, dat ik ben toch benieuwd. Ja. Dus dat. Ik moet wel zeggen dat ik wel erg goed was met die nieuwe Skylanders game. Wat? Hoe kom je daar opeens bij? Nee, maar ik faal nu keihard. Ik faal keihard aan Mario. Oh, part, die Skylanders, Skylanders. Die nieuwe Skylanders Racing game, ja. Is. Is hartstikke beter dan Fappen. Sowieso, dat was wel echt leuk. Die heb ik op Gamescom mogen spelen natuurlijk. Ja. En wat leuk daarom was zeg maar dat ik iedereen echt keihard oonde. En dat spel is net zoals Mario Kart, maar dan mag je ook vliegen, duiken, etc. En om een van de redenen is dat spel toch een stuk interessanter dan dit spel. Ja. Dus voor de mensen die nog een leuke vervanging zoeken voor Mario Kart, omdat ze ook niet zo goed zijn in Mario. Nee, hoe kan dat? Ik ben niet eens de eerste fucking ticket! Als de eerste al gefinished is, dan gaat het gewoon op degene die nog niet gefinished is, die eerste staat. Fucking bitches. Echt, tief op man. Ik kan nog een level doen. Je kan me niet eens meer inhalen, pik. Ja, natuurlijk wel. Als jij nu gewoon echt allemaal achter komt. Nee, dan win ik nog steeds. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb nu 25. Je krijgt 15 punten per level. Ik krijg 6 punten om laatst te zijn. Gast, je krijgt 15 punten per level. Als jij nee, jij bent twee keer eerste geworden. Toch? Drie keer. Dat is het derde level. Is het de derde level? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Dus als je, nee, dat, ik als dacht, je laatste wordt en jij eerste, dan heb je 40 punten. Nee, maar ja, ik dacht dus serieus, we zijn dus al we zijn al met tweede level, maar we zijn ondertussen bij derde level. Kom, ja, even afhalen. Tijd het snel als je masturbeer. Zo, deze bank is niet meer echt wat het is geweest. Ja, weet je, we zitten hier momenteel op de crackbank. Daar staat een perfecte bank daar, maar ja, die staat niet hier. Leuk feitje, we zitten in een van de drugspand. De studio is afgebrand. En ja, dit is gewoon een van de panden dat verhuurd worden aan allemaal mensen. En die hebben sowieso seks gehad op deze bank. En ja, de slaapbank. De slaap. Die hebben hier zeker op gemasturbeerd. Ja. En hetgeen nadeel is, mijn leven. Nee, het nadeel is dus dat wij nu Mario Kart spelen vanavond. En daar aan de overkant is gewoon een perfect mooie bank. Een mooie bank. En echt een mooie, zo'n hoekbank zeg maar. En daar heeft jullie zijn kut laptop op gezet om dit op te nemen. En wij zitten op deze kijkbank. Dus dat. Ik heb een boemerang. Wat kan ik daarmee? Ik ga even een dilemma aan je voorstellen, hè, Juri. Ja, oké, okay. Jordi. Juri. dit is echt een maximaal dilemma. Omdat ik er zelf ook nog steeds niet uit ben. Ben je nog bewust van Rita Verdonk? Oh fuck, ja. Heel zeker. Ja. En voor de mensen die weten dat een oude politiek. Zeg maar, vroeger had je geen Geert Wilders, maar Rita Verdonk. Die was heel erg tegen alle buitenlanders terug. Ja, maar die was toen ook met. Die was ook met Geert Wilders toen hoor. Dat was zelfs Geert Wilders. Dat was voor Geert Wilders was Rita Verdonk heel erg een ding. Ja, oké, het was wel een ding, maar Geert was er toen al, voor duidelijkheid. Oké, maar in ieder geval, ik had eens bedacht, zou je liever 10 keer de gore vagina van Rita Verdonk likken? Ja. Of eenmalig. Geert Wilders pijpen. Natuurlijk, eenmalig Geert Wilders pijpen. Ja, maar ik zat er toch echt naar te neigen. 10 keer is gewoon zoveel. Weet je wel. Dat is ook veel, weet je. 10 keer, weet je, als het 1-op-1 was. Oké, ik lik Rita wel, weet je wel. Maar 10 keer. Nou, ik heb andere dingen te doen in mijn leven. Zoals? Ja, niet dat. Heb je nog andere dingen? Wat dan? Wat zijn die andere dingen dan? Andere politici. Andere politici pijpen. Ja, dat ken ik. Dat zou ik ook doen. Nou, top. Ik sta voor de eerste keer eerste. Nou, waar ben jij? Nou, ik heb er dus niet ingevallen. Oh, heel je bek dik. Mijn banaantje, yeah. Mijn banaan. Lik mijn banaan. Oh yeah. Rij op mijn banaan. Wow. Ik veel bananen zijn fucking gezond. Ik hou niet zo heel erg veel van bananen. Ik wel. Ik vind bananen vind ik gewoon een beetje, ik vind mee. Weet je wat ik super lekker vind? Zeker. Zeker, deels ook. Maar wat ik ook lekker vind is mijn eigen kak eigen. Ik wou wel zo'n opmerking maken. Ja, ik vind het poepen lekker, maar inderdaad, ik wou zo'n opmerking maken omdat jij het bent, zeg maar. Maar oké, voor de fun fact, wat ik echt super vind is wel van echt... Mijn eigen kak. Ja. Dus al lang opbouwen, denk ik, het voor je in. Nee, ik vind sinaasappels en citroenen. En mijn citroenen. Wat een niveau, man. Dit niveau gaat echt van slecht naar. Ja, mijn oma kijkt dit wel eens, dus daarom ook. Gij de guide, god. Kom op, Jordi. Eet veel bananen. Bananen zijn gezond. Adem zo even op de klote. Constantinopel is een mooie stad. Hey, de eerste, voor de oudste keer, yes! Oh, mijn opmaak ging als eerste zijn, man.
Lekker. Oh, zit helemaal klinisch. Ja, lekker. Nou ja, ik heb het redelijk goed gedaan. Ik heb 7 en 5, ik bedoel 40, jammer. Maar ik sta wel tweede. Ja, dat mag ik wel. High five, dankjewel. Voor het noob in Mario Kart. Vind ik best cool. Fap vooral gezellig thuis, met ons mee. Fap met ons mee via hashtag Fap elke dag. Hashtag Fap elke dag, die gaan we 20 jaar niet maken hoor. Ik vind het wel een paar keer. Dit was hem, nou Rick heeft gewonnen. Nou, gefeliciteerd man. Yes. Knijpen. Weet je dat mensen die een harde handdruk hebben, meer zelfzeker zijn dan mensen sinds die tijd ben ik dus keihard aan het knijpen mensen. Ja, dat lukt niet helemaal. Nee, even kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering, Bardo versus Jury. En de winnaar tegen Jordi. Oh echt? Ja. Dan maak ik Jordi alsnog geen joh, dat maakt niet uit. Even kijken! Doei! Hoe werkt dit? Dit zijn met de toeter. Maar als ik hem op mijn schoot leg. Dit moet wel in de video.